Ja, ik heb mijn hele leven in de natuur gewoond, op een kleine periode in Amsterdam na. En natuur is ontzettend belangrijk. De natuur was er al ver voordat de mens er was en zal er ook ver na de mens zijn. Als wij nog 100 miljoen jaar doorleven als mens, dan is het nog steeds een hele korte periode in de geschiedenis van de aarde. Ik krijg heel vaak de vraag waarom ik non-fictie schrijf en geen fictie. En het antwoord daarop is dat de werkelijkheid heeft veel meer fantasie dan welke schrijver dan ook. Dat zie je onder andere in dit boek. En als je het verhaal van dit boek kent, dan weet je dat niemand dit had kunnen verzinnen. Dit exemplaar van Darwin's Origin of Species las Eugène Dubois. Het inspireerde hem te gaan zoeken naar de ontbrekende schakel tussen aap en mens. Hij vond als eerste de resten van een rechtopgaande mens in 1893 op het eiland Java. Dit boek is de oorsprong van het baanbrekende werk van Dubois. En daarom is het een van de topstukken van 200 jaar Naturalis.